Je hebt hier een ganse overkapte zone, maar je hebt dan ook nog een aantal aanhangsels. Hè. We staan hier juist op de grens van de twee, hè, waarbij je een klassieke luifelconstructie hebt, zoals dat je in vele stations ziet. Daar komt een gebouw, het slanggebouw, zoals wij dat noemen, dus in een S-vorm. En wanneer dat stilstaat, wanneer het in rust is, is dat eigenlijk een vaste stop. En gedraagt zich dat als grond. Dus kan dat die sleuf steun bieden, zodanig dat er geen inkalving is. Maar eens dat de tram op zijn definitieve bedding gaat rijden, komt dat ook open, komt daar ook licht, natuurlijk licht binnen, daar. Zodanig dat je eigenlijk nog meer het onveiligheidsgevoel gaat weg. Wanneer de fiets kunt komen halen, ook brede wegen, dus die fietsrekken, wordt hier ook heel gedisciplineerd bedoeling. Ook hier weer die duurzame materialen, die witte graniet. Eén, het is duurzaam, en twee, het zorgt voor die witte kleur, het zorgt voor een van teruggehaald worden. Dus we hebben wel een probleem, dus ik heb al voorgesteld om eens met een grote machine die de landschapsarchitect in de schaap kan verrichten met mij, samen met de partner van de landschapsarchitect van Montpellier, in ieder geval dat een goed moment voor je werk.